Ja. Kenneth gaat op reis. Kenneth gaat op reis. En ben even mee. Oh ja, we hebben ook nog een dak over. Die zit vol. Mag 50 kilo in. Er zit geloof ik denk 500 kilo in. En Maar dan zit er wel. Saar heeft er geen vertrouwen in. Maar je mag mee deze keer, Saar. Ja. Ja, dat hebben wij dus weer. Autostuk. Sta je langs de Franse snelweg. Autostuk. Krijg een vermoeden dat de distributies naar eraf gesprongen is. Dus. Nou ja. We hebben de beste manier voor de veiligheid. De garage is gebeld. En die doet het niet meer. Dus ja. We gaan zien wat de dag brengt. Geen idee. Hallo YouTubers. Ja. We zijn er. We zijn weer. Ja, ja. En nou, we hebben een klein akkefietje onderweg gehad. Waarschijnlijk is de distributie snaar van de, of de rol vastgelopen en is de motor lekker vastgelopen. Dus dat was een ander feest. Maar die auto die zat natuurlijk helemaal afgeladen. We hadden echt wel een hele grote C4 Picasso afgeladen met een dakkoffer. En nu hebben we dat meegekregen van de ABB. Dus we konden de helft niet eens meenemen. Dus dat staat daar allemaal nog in die auto. Dus we lopen hier eigenlijk eventjes een beetje zo van, wat gaan we nu doen? Maar goed, ik heb een plannetje verzonnen. We hebben daar nog een varkenstal en een overkapping. We hebben de hond bij ons, maar die mag hier natuurlijk uiteraard niet op de weg komen. Dus wat gaan we doen? Ik heb een rolletje met gaas gevonden. En ik heb nog, zoals ik weet, voor mij allemaal balken liggen. Planken zoals bijvoorbeeld, ik weet niet of je ze kan zien, zoals dit. En dan kan ik die hele kap afzetten. Nou, dan gaan we dat maar doen. Dan kan de hond daar gewoon lekker spelen. Hebben we geen problemen. Gaat helemaal goed komen. Ik zou zeggen, veel kijkplezier. Hey, Midi. Nou, hier zo. Hier hebben we dus een varkenstal. En hier hebben we een hele grote overkapping. Nou is het de bedoeling dus dat we tussen dit en dit gaan we een hekwerkje zetten. Zodat de hond gewoon lekker daaronder kan rouzen. Vanaf daar zo is het moeilijk om bij de weg te komen. En de varkenstal hier zo. Ga ik dadelijk uitleggen. Maar hier is ook het een en ander de bedoeling mee. Ja, volgende keer willen we graag hier slapen en niet in de giet. Het scheelt weer 400, 500 euro in een week. Dus ja, het zijn best centen die we goed hier kunnen spenderen. Het idee is dus om of hier binnen in de stal of hier buiten onder de overkapping een tent neer te gaan zetten. En dan kunnen we daar gewoon slapen en koken, douchen, eten. En dan kunnen we gewoon hier lekker blijven zitten. En we moeten alleen even zorgen voor wat basisdingen, zoals plekken om te koken, plekje om te slapen, plekje om te douchen, te poepen. En wat hebben we nog meer? Lekker chillen, lekker zitten, kampvuurtje erbij. Moet lukken. Hey, we zijn hier zo in de stal bezig met het proberen ruimte te creëren. Dus, de grote schoonmaak is begonnen. Het opruimen. Ik was er niet bij, maar ik hoorde dat er 10 tot 15 ratten hier zo uit de voerbak wegrenden. die komen voorlopig niet meer terug zolang we hier bezig zijn. Zo vermoeden. En we hebben nog wat te gaan voordat we hier zo kunnen slapen. Terugfocus. Ja, oei. Dus, nou, dan moeten
een nieuwe deur in. Moet daar een nieuwe deur in. Dat raampje moet dan even aan de randen afgewerkt worden. Nee, je ziet het, je kunt hem langs kijken, dus die moet even netjes afgemaakt worden. Maar deze bijvoorbeeld, zit gewoon geen glas meer in. Daar staat er nog zo eentje. En nog zo eentje, zit allemaal geen glas in. Even kijken wat we ermee doen. Denk een nieuwe, gewoon nieuwe ramen erin. Nou, hier op de vloer ligt beton. Hoi Sar. Hoi. Dus ja, we gaan even verzinnen wat we hiermee moeten. Moet hier zo moeten we in ieder geval... willen we gaan slapen? We hebben water. We hebben water. Dus hier, dit was de trop. We hadden vermoeden dat hij helemaal massief was. Maar Bas is lekker bezig geweest en we komen er dus achter dat hij dus gewoon opgevuld is. En het betonblok aan de buitenkant en het betonblok aan de binnenkant. Als we een beetje mazzel hebben, is die vrij vol weg. Maar we zijn wel een lekker eentje aan het op weg. Maar het is nog even wat werk. We hebben een derde weg nu? Een zesde. Een zesde, kwart. Van de muur. Maar van alles een derde. Maar we zijn ook gewoon aan het opruimen. En dat moet allemaal opgeslagen worden. Het moet allemaal verplaatst worden. Dus het is best wel even... Hè? Het is best wel wat werk. Kom goed. Ja toch? Hey, krachtpatser. Hey. Lekker bezig? Ja. Hoesteling. Ik heb al iets van 4 stukken weggehaald. Nou, mooi man. Gaan we weer een stukje verder. Deze? Hey? Ja. Dan deze. Wauw. Deze. Top man. En toen was je ineens al je eigen ijzer kwijt. Komen zomaar mannetjes langs. Mag ik hebben? Graag. Er staat nog een leuke binnen. Het is een hele, hele zware oude kachelding. Wij blij dat hij weg is. Klik!
Zit je goed? Zit je op je mooist? Nou, er stond hier dus een kachel. En er stond ineens 4 man voor de deur. Van, heb je nog oud ijzer? Ja, zat. Dus die hebben ze meegenomen. Boven in de schuur stond er een, hebben ze meegenomen. We hadden nog een oude... We hadden nog zo'n kachel, hadden we nog een eentje extra. We hadden er 3. Die hebben ze meegenomen. En hadden we nog een hele lading aan oud ijzer verzameld in de stal. Dus die hebben ze ook allemaal meegenomen. Dus dat busje, daar ging echt op zijn achterkantje naar huis. Hey, wij zijn er vanaf. Hun zijn er blij mee. Ik heb zijn telefoonnummer gekregen. Dus als we ooit nog eens... Maar er ligt nog zo. Ja, we hebben nog zoveel oud ijzer overal liggen. Ik dacht eerst dat afvalt er wel mee. Maar in het bos liggen ook nog van alles. Ik hoef het alleen maar aan te wijzen. En weg is het. Dus helemaal fantastisch. Dankjewel, heren. Ik weet niet, jullie namen niet. Zikri was er eentje. We gaan weer verder met de opruimen. Vandaag opruimdag. Kijken of we het hier onder de overkapping een beetje leeg kunnen krijgen. Een beetje schoon, alles aan de kant. Zodat we volgende keer eventueel de tent neer kunnen zetten. Zodat we gewoon lekker hier kunnen blijven. Jeet is fantastisch. Het is toch wel lekker als je gewoon kan zijn waar je wil zijn. Daarachter zijn de mannen al met de bosmaaien bezig. Helemaal goed komen.